komen geen vervroegde verkiezingen, zei minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken gisterochtend voor aanvang van de reguliere raad van ministers aan journalisten. De bewindsman stelt dat er wel voorbereidingen worden getroffen voor een beter gang van zaken bij de uitvoering. Nee, er is geen vervroegde verkiezing aanstaande. Een goed begin is het halve werk. De vorige verkiezing was rommelig en dat willen wij voorkomen. Verschillende redenen, ook om de financiën te spreiden. Als je in één keer het laatste jaar geld gaat vragen, dan gaat het druk op de begroting. En nu spreiden we dat. En de tweede reden, wat ik net aangaf, goede voorbereiding. We gaan starten volgende maand of over twee maanden met het trainen van het stembureaupersoneel. En als het aan mij ligt, hoe eerder we trainen, hoe beter. Somaharjo zegt dat het de bedoeling is dat er betere verkiezingen worden gedraaid. Sinds zijn aantreden is de focus van de bewindsman op de voorbereiding van de nieuwe verkiezingen. Een belangrijk onderdeel is het opschonen van de kiezerslijsten. CBB gaat naar mijn mening stukken beter dan dat we het hadden aangetroffen. We hebben een achterstand van 64 jaar in te halen. We zijn begonnen met de e-diensten. We zijn begonnen met applicaties. We zijn begonnen met klantgerichtheidstrainingen. Tuurlijk, ons volk wil zo snel mogelijk alles in één keer goed hebben, maar dat gaat niet lukken. Maar van CBB kan ik wel zeggen, vooral met de directeur die we nu hebben, mevrouw Pokkie, dat het de goede kant op gaat en dat we ook het CBB beter achter gaan laten dan dat we dat hebben aangetroffen. Somaharjo zegt verder dat hij geen uitspraken zal doen over de aankomende wisseling van ministers. Zelf zegt hij niet bang te zijn om bedankt te worden. Omdat de ministerspost een politieke functie is waar er altijd iemand anders kan worden geplaatst.